Hey, goedenavond dames en heren. Welkom hier in de ruïne. Wij zijn hier gevraagd om iets leuks te gaan doen in het kader van het drieluik seks, drugs en rock'n'roll. En we hebben hier een paar dagen geleden seks gehad op het podium. Liedje gezongen over seks, om precies te zijn. Seks. Moet je ook alles uitleggen tegenwoordig, hè? Het was iets minder spannend, helaas. Ja. Morgen rond deze tijd rock'n'roll. En nu de drugs. Horen jullie wat? Ik hoor niks. Stel jezelf voor in een boot op het water, met vet door de bomen, de lucht donkergrijs. Zo saai in je eentje, geen ziel die je antwoordt. Zo eenzaam, je lijkt niet goed wijs. Je smaakt naar wat kleur, naar wat zon om je heen. De wereld lijkt steeds maar zo klein. Je zoekt naar de kans om in een andere wereld te zijn. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. One pill makes you larger, and one pill makes you small, and the ones that mother gave you don't do anything at all. Een saaie bedoeling, zeg. Jongen, jongen. Ja, ik viel me echt kapot ook. Pillen. Ik lust wel een pilletje. Heb jij... Wel een idee. Smart thinking. Hey. Misschien heb ik nog wel iets bij. Even kijken. Pilletje. Ik lust wel een pilletje. Lusten jullie ook wel een pilletje? Ja, zoveel hebben we niet, hoor. Niemand kijkt. Heb jij er iets van? Wat een troep. Helemaal niks. Ja. Gewoon echt niks aan die pillen. Vroeger waren er van die mensen als Baudelaire en Van Gogh en Sartre. En die snoven en die spoten en die dronken allemaal. Ja, zo'n drankje hadden die toch? Ja, absint. Precies, dat ja. Ik geloof er niet in, maar ik geloof wel dat ik het bij me heb. Kun je even vast... Ha. Toevallig. Heel toevallig. Hoe weet ik dat in jouw tas zit? Gewoon heel toevallig. Misschien zit het altijd in mijn tas. Het was zelfs zo dat Sartre op een gegeven moment krabben of kreeften over... Ik tril nu al, zie je dat? Ik heb nog geen slok gedronken. Krabben of kreeften zag lopen over zijn bureau terwijl hij zijn teksten schreef. Moeten we dit dan wel doen? Onzin. Ik vind het dikke... Ach ja, what the hell, als die anderen dat ook allemaal deden. Krabben en kreeften, dikke, vette onzin. Proost. Proost.
Stel jezelf voor in een boot op het water. Met fruitige bomen, een lucht van gelei. Paars, groen, blauw. Iemand die roept je en geeft langzaam antwoord. Haar priemende ogen zien mij. Bloemen van plastic in geel en in groen. Ze groeien je boven het hoofd. Zoek naar de vrouw, de zon in haar blik is verdoofd. Volgens mij doet dat spul echt helemaal niks, hoor. Nee. Kreeften, onzin. Dankjewel. Dankjewel. Sanne en Koen, bedankt. Jullie luisteren naar Sanne Groen en Koen Buurman, oftewel Squared. Zij schrijven gezongen aankondigingen bij onze programma's tijdens dit Falco Festival. We hebben het over seks, drugs en rock'n'roll tijdens dit festival. Vanavond over drugs. Simon Gusman die gaat erover vertellen. Hij gaat aan de hand van Sartre, die mescaline nam, een soort LSD, en daardoor kreeften ging zien tijdens het schrijven van zijn belangrijke werk. En hij gaat vertellen dat de hallucinatie misschien wel iets anders is dan we denken. Dat hij meer met de werkelijkheid te maken heeft dan we aanvankelijk denken. Na de lezing van Simon gaan we met z'n allen in gesprek hierover. Eerst zal ik hem wat vragen stellen en daarna is er gelegenheid voor jullie om vragen te stellen. Maar eerst het woord naar Simon. Dankjewel. Paraplu's werden gieren. Schoenen werden skeletten en gezichten kregen monsterlijke gelaatstrekken. En net achter me, net buiten mijn gezichtsveld, zwermden schaaldieren, poliepen en grimassende zaken. Er hing een orang-outang, wiens sluwe blik vastgeplakt was aan het raam. Huizen bestonden enkel uit ogen en kaken. En iedere keer dat ik een klok zag, verwachtte ik een uil te zien. En dat was ook altijd zo. En hoewel ik wist dat het eigenlijk wel gewoon huizen en klokken waren, raakte ik er op een dag van overtuigd dat er een kreeft achter me aanliep. Op een gegeven moment zag ik altijd kreeften en raakte aan ze gewend. Als ik 's ochtends wakker werd, vroeg ik of ze goed geslapen hadden. Ik sprak de hele dag met ze en als ik ze mee naar college nam, vertelde ik dat ze stil moest zijn. En daar zaten ze, bewegeloos op mijn bureau, totdat de bel ging. Dat was een beschrijving van Jean-Paul Sartre, zijn drugsgebruik. Een filosoof die vooral na de Tweede Wereldoorlog bekend is geworden als een van de grootste denkers rond vrijheid in die tijdsgeest. Maar voor de Tweede Wereldoorlog, in de jaren 30, liet hij in een klinische experiment liet hij zichzelf mescaline toedienen. En hoewel de meeste mensen in hetzelfde experiment dat als een vrij prettige ervaring hadden ervaren, is hij maar liefst 5 jaar in zijn trip blijven hangen. En had hij allerlei angstbeelden die hem achtervolgden. En de meest tekenende daarvan zijn de kreeften. En dit is op een heel bepaalde manier van invloed geweest op zijn denken. Hij was namelijk vlak voor die mescaline trip gaan studeren in Berlijn. En daar had hij kennis gemaakt met de stroming die fenomenologie heet. En fenomenologie is een stroming binnen de filosofie die eigenlijk de normale ervaring centraal wil stellen in ons denken. En meestal is het zo in de filosofiegeschiedenis, maar dat zijn denkbeelden die je nog steeds vaak ziet in wetenschappelijke verhalen en bij heel veel mensen nog steeds, is dat alles wat we ervaren eigenlijk in ons hoofd bevindt.
Dus waarom zien mensen de wereld op een andere manier? Nou, ergens in ons hersenen, daar zit een soort van spreekwoordelijk televisiescherm in de geest. En daar verschijnen die dingen op. En als je hallucineert, dan is dat gewoon een foutje van dat proces. De binnenwereld correspondeert niet meer met de buitenwereld. En de dingen waarvan je denkt dat je ze ziet in de buitenwereld, bestaan alleen maar in de binnenwereld. Fenomenologie wil eigenlijk van dat hele idee van die binnenwereld af. Ze wilden laten zien dat wij allemaal in een gedeelde werkelijkheid leven en dat alle ervaring terug te leiden is tot een ervaring van de wereld buiten ons. En dat is, zoals ik net zei, moeilijk te verenigen met het idee van hallucinaties. Hoe kan het dan dat een filosoof als Jean-Paul Sartre die twee dingen, het 5 jaar lang hallucineren van kreeften enerzijds en het filosofische project om het idee van een geesteswereld, van een binnenwereld uit te bannen en te verruilen voor een idee dat alle waarneming, alle ervaring een ervaring is van de buitenwereld, te verenigen. Om dat te kunnen doen, moeten we allereerst kijken, wat is nou ervaren precies? Dat is, en daar hebben ze een mooi woord voor uitgevonden, een proces van intentionaliteit. En dat betekent voor Sartre in ieder geval dat al het bewustzijn zelf is niet een soort goedje, een geestelijke substantie, maar is een manier van een proces om je tot de wereld te verhouden. Je kan bijvoorbeeld, als je een stoel hebt gezien, denken aan een stoel. Je kan een stoel zien, je kan een stoel ruiken, je kan een stoel fantaseren en je kan ook een stoel hallucineren. Hallucineren is daarmee iets wat niet tegenover normale ervaring staat als abnormale ervaring, maar gewoon een andere manier van de werkelijkheid kijken. Net zoals denken aan de werkelijkheid of kijken naar de werkelijkheid dat zijn. Maar ja, daar hebben we eigenlijk nog niks mee opgelost. Want ja, we moeten toch weten waarin verschilt een waarneming die klopt van een die niet klopt dan. Die kreeften waren er immers niet. Het volgende voorbeeld. Er lopen twee mensen door de stad. De een heeft heel veel verstand van architectuur en de ander niet. Degene die verstand heeft van architectuur, die zal diezelfde wandeling anders ervaren. De wereld verschijnt aan die persoon aan een andere manier, namelijk op een bepaalde betekenisvolle manier. Iemand ziet, oh, dat element is afgeleid van die stroming of dat gebouw komt uit die tijd. Terwijl iemand die geen verstand heeft van architectuur gewoon gebouwen ziet. Kijken is meer dan alleen er is iets voor je en je ziet het. Kijken is een betekenisvol proces. Maar dat houdt niet weg dat we in dat geval allebei dezelfde soort van gebouwen zien. Alleen de een heeft daar andere associaties bij en de andere heeft er meer geen of minder associaties bij. Hallucineren. In het citaat dat ik net voorlas heeft Sartre het vooral over voorbeelden van dingen die verschijnen als andere dingen. Hij heeft het over paraplu's die verschijnen als gieren en klokken die verschijnen als uilen. Het is duidelijk dat Sartre bepaalde associaties heeft in dat geval. Alleen dat hij ze, in tegenstelling tot bij normale ervaring, niet uit elkaar kan halen. Hij kan niet, zoals iemand die verstand heeft van architectuur dat misschien wel kan, zich realiseren dat huis zie ik op een andere manier, omdat ik er nou eenmaal verstand van heb en die kennis meespeelt. Bij Sartre is het zo dat hij niet meer zijn associatie van klok, nou misschien een uil, ronde ogen, is ook iets rond, en de normale ervaring uit elkaar kan halen. En dat is dan ook zijn oplossing voor wat een hallucinatie is. Een hallucinatie is een manier om je tot de werkelijkheid te verhouden waarin associatie, de dingen die je verwacht te zien en de dingen die je daadwerkelijk ziet, niet meer van elkaar te onderscheiden zijn.
Het is dus een heel andere oplossing dan het zeggen dat het in je hoofd bevindt. Want ook in dit geval gaat het om een iets dat zich in de werkelijkheid plaatsvindt. Het is de werkelijkheid die een andere betekenis krijgt en er dus anders uit gaat zien. Oké, maar dan zijn we er nog steeds niet. Want Sartre, die zag kreeften. En wat heeft hij aangezien voor kreeften als ze er altijd waren? Nou, daar heb ik onderzoek naar gedaan, want dat is mijn werk. En Sartre die was nogal scheel, zoals sommige mensen misschien wel weten. En hij had in zijn schele oog een soort zwarte vlek die hij altijd zag. En dat is één. En twee, hij had ooit, schrijft hij uitvoerig in zijn autobiografie, in zijn jeugd een tijdschrift gezien met daarin een plaatje van een grote krabben of kreeftenklauw die een dronken man een meer in sleurt. En dat heeft altijd heel veel indruk op hem gemaakt. Dus schaaldieren begonnen symbool te staan voor hem, voor zijn eigen angsten. Hij heeft ook in een heleboel toneelstukken als de bad guys krabben ingevoerd. Een leuk toneelstuk bijvoorbeeld wat gaat over de Tweede Wereldoorlog. Maar de hoofdpersoon is ervan overtuigd dat hij terug in de tijd gestuurd is door krabben die de wereld over hebben genomen om de mensen in de Tweede Wereldoorlog te beoordelen. Dus hij was bang voor schaaldieren en hij zag altijd die vlek. En het is misschien zijn eigen angst. Dat heeft hij zelf niet zo gezegd, maar ik plak de stukken aan elkaar. Zijn eigen angst, misschien voor het blind worden, waardoor hij die vlek zag als iets wat hij ook associeerde met angst. En waar dus die associatie en wat je daadwerkelijk ziet door elkaar gaan lopen. Dus, conclusie. Wat is een hallucinatie? Een hallucinatie is volgens Sartre, de expert op dit gebied, als ervaringsdeskundige, niet een foute waarneming van iets dat er niet is en zich dus in je hoofd bevindt, maar een goede waarneming, alleen eentje waarbij betekenis een andere rol speelt, namelijk waarbij wat je denkt te zien, wat je wil zien, je eigen angsten niet meer te onderscheiden zijn van wat je daadwerkelijk ziet. En zo op die manier is zijn ervaring met mescaline heel belangrijk geweest voor de ontwikkeling van zijn gedachtegoed. Want hij kon zelfs de meest extreme gevallen van ervaren in de theorieën van de fenomenologie denken. En dat sterkte zijn overtuiging daarin. En hij is ook als een van de grote fenomenologen de geschiedenisboekjes in te gaan. Maar nou wil ik toch een korte disclaimer doen, want ik wil niet straks dat jullie allemaal naar huis gaan en zeggen, ja, daar stond een man op het Falcon Festival te propageren dat we mescaline moesten gebruiken. Want het had ook een heleboel nadelen. Dat was namelijk dat hij de ideeën waar hij uiteindelijk bekend mee is geworden na de Tweede Wereldoorlog, namelijk dat we vrij zijn om ons eigen leven vorm te geven als een soort vrij project, dat kon hij niet denken, want hij kon, behalve dat betekenis en waarneming door elkaar gingen lopen, ook de betekenis die je zelf aan je leven geeft, daarmee niet denken. Dus de belangrijkste dingen van zijn gedachtegoed waren er nog niet, maar zijn mescaline trip was wel een stap om daar te komen. En hij heeft later, hij is uit zijn trip gekomen toen hij in de Tweede Wereldoorlog, hij was dienstplichtig en hij moest ook gaan vechten tegen de Duitsers, maar het was niet zo'n vechtersbaas, dus was die weerman in dienst van het leger geworden. Toen is het ook gestopt, zijn hallucinaties, omdat hij toen doorhad van, ja, maar er gebeuren belangrijke politieke dingen in de wereld waar je ook wat mee moet en die niet met zo'n levenshouding te stroken vallen. En hij heeft later ook wel bekend dat hij zijn kreeften toch ook wel missen, omdat ze voor hem symbool stonden voor een onschuldigere tijd waarin hij nog geen mening hoefde te hebben over concentratiekampen en bij welke splintering van de communistische partij je horen moest. Dankjewel. Simon, bedankt voor je interessante verhaal.
Ik vroeg mij toch nog één ding af, want je noemde iemand die architectuurkennis heeft en naar de werkelijkheid kijkt. En daardoor zeg maar, vanuit die werkelijkheid bepaalde associaties heeft met die werkelijkheid. Terwijl iemand die hallucineert eerder een soort menging heeft tussen de werkelijkheid en zijn associaties. En die misschien ook niet meer van elkaar kan onderscheiden, waardoor er een soort van menging of brei staat van werkelijkheid en associatie. Ja. Waarvan je misschien zou kunnen zeggen van dat correspondeert helemaal niet meer met die werkelijkheid. Dus dat bevindt zich in je hoofd. Ja. Ja, wat ik daarmee wil zeggen is niet dat het hetzelfde is, maar dat beide... Een hallucinatie is de extreme doorvoering daarvan. Dus hallucinatie is iets waarbij er zoveel betekenis gaat meespelen, waardoor je het onderscheid niet meer kan maken. Maar het is wel een soort gelijk proces in de zin van dat het wel een betekenisvolle werkelijkheid is die voor jou op school slaat. En dat die betekenis niet per se in je hoofd zit. Er is geen reden om dat aan te nemen. Dus we kunnen aannemen dat die dan daadwerkelijk betekenis heeft. Want dat betekenisaspect vind ik belangrijk, omdat je dan zodra een hallucinatie betekenis heeft, ja, kun je ook kan zeggen dat die hallucinatie iets zegt over jou, over de werkelijkheid. En dat het dat zeg maar een roes een bepaalde functie kan vormen om anders naar de werkelijkheid te kijken. Zoals onder invloed zijn van ecstasy, je vrolijk voelen, wat voor hallucinatie dan ook. Wat zegt zoiets en waarom doen mensen zoiets? Nou ja, je hebt een soort van heel cliché beeld dat je vaak ziet in series en tekenfilms en zo, dat mensen gaan dan met psychedelische drugs op de woestijn in om visioenen te krijgen en daarmee verder te komen en dingen over zichzelf te leren. En dat is natuurlijk de associaties die komen uit jouw eigen verleden, uit jouw persoon. Dus Sartre ziet niet voor niks kreeften, omdat hij bang is voor kreeften. Dus in die zin leer je wat over jezelf. Je leert je eigen angsten, maar of je eigen dingen die je leuk vindt. Maar het is wel een... wat dat betreft, het is niet altijd leuk in die zin. Hij heeft het niet als leuk ervaren. Laat dat duidelijk zijn. Ja. Als hij heeft er veel van geleerd, maar daar houdt het ook bij op. Ja, want... even kijken. Kan het ook een soort vorm van escapisme vormen? Ik denk dus dat mensen die dat doen en dan denken dat het escapisme brengt van een koude kermis thuiskomen. Omdat het je alleen maar dieper in de werkelijkheid drukt, als het ware. In jouw werkelijkheid wellicht, in jouw associaties en de betekenis die jij aan de werkelijkheid toekent. Maar het is wat dat betreft een rare vorm van escapisme. Het is wel een breuk met de normale werkelijkheid, met de normale manier waarop je het ziet. Dus in die zin zou je het wel een escapisme kunnen noemen. Ja. Want het is ook zo dat verschillende tijden misschien verschillende soorten drugs kennen. En ja, we zijn hier op een festival, mensen zijn hier aan het genieten, maar toch ook... Hoeveel mensen hebben er drugs op dit moment? Bier telt ook, ja. Redelijk veel, toch? Ja. Wat is de voornaamste drijfveer? Escapisme. Bier is lekker. Ja, oké. Okay. Moeten we het ermee doen? Waarom ik het ook vraag is, omdat bepaalde tijden misschien bepaalde soorten drugs met zich meebrengen. En we hadden net over zachtere, mescaline. Dat is een bepaalde tijd. Dat zie je nou niet meer. Denk je dat het is natuurlijk wel zo... Hij heeft niet ergens in een steegje mescaline van iemand gekocht. Hij heeft het wel in een psychologische kliniek toebediend gekregen. Toen dat net onderzocht werd, toen mensen dat nog helemaal niet kenden. Maar je hebt natuurlijk wel, algemeen worden dat soort drugs geassocieerd met jaren 60 hippies. En je kan denken van ja, dat zijn mensen die willen breken met tradities en de werkelijkheid op een andere manier willen zien. Maar ja, als misschien hebben alle drugs wel zo'n soort van werking en dan geldt het toch weer voor alle andere tijden, alleen op verschillende manieren. Want we zitten nu dus in ieder geval in de hoek dat er een werkelijkheid is, dat we daar betekenis aan toekennen en dat we anders naar die werkelijkheid kunnen kijken door en daar misschien ook wel iets van zouden kunnen leren. Maar zijn er ook andere filosofische stromingen of moderne ideeën die misschien
zeggen dat het wel degelijk iets is dat in je hoofd zit of dat het iets in je psyche is? Nou ja, volgens mij staat hier op deze tafel iets over ons brein. Fenomenologie heeft nooit in de psychologie geen... is het nooit echt populair geworden. Wel als filosofische theorie, maar nooit als psychologische methode, als wetenschappelijke methode. En ik denk dat een gemiddelde psycholoog zou zeggen, ja, dan is er iets mis in je brein. Een of andere neuron doet dit en dat verkeerd. Maar dat zegt niks over jouw beleving ervan. Hoe je het ook went of keert, je beleeft het niet als iets dat in je brein vindt. En je beleeft het, hopelijk zijn jullie daar inmiddels van overtuigd, ook niet als iets wat zich in je geest, een geesteswereld, die bestaat namelijk niet. Kan ik eerlijk zeggen. Dus het betoog van net dat het in ieder geval een relatie heeft tot de werkelijkheid en daardoor betekenis heeft, dat blijft dan overeind staan. Dat zijn gewoon twee dingen die elkaar, een soort van een studie van het brein en een studie van bewustzijn of hoe het dan zelf voelt. Die twee die kun je wel met elkaar vergelijken, maar je kan niet zeggen de een is de baas over de ander. Het zit in ons brein zo, dus jij ervaart het zo. Ja, zo werkt het nou helemaal niet. En andersom ook. Dus dat zijn gewoon twee verschillende processen. De fout die vaak gemaakt wordt is zeggen, nee, de een heeft de waarheid in pacht. En dat is volgens mij niet waar. En dat blijft natuurlijk ook een gedeelde ervaring. Anders zouden mensen niet... Het is ook een sociaal middel, lijkt me. Drugs of alcohol of je... Een sociaal middel. Ja, als het in je brein... Ja. Als het een, nou ja, omdat je dus ook een van die krachten van van weg met de binnenkamer, als ik het zo mag noemen, is dat je ook het hele idee van mensen hebben een verschillende belevingswereld min of meer weg kan vervangen door mensen hebben ook gedeelde belevingen. En je kan ook inderdaad samen drugservaringen hebben. Op dezelfde manier dat je samen naar een film kan kijken. Dus een betekenisvolle werkelijkheid is vaak een gedeelde betekenisvolle werkelijkheid. Dat is ook waar cultuur en überhaupt op gestoeld is, denk ik. Maar met mate mensen. Zijn er vragen van jullie kant uit? Daar komt de microfoon naar je toe. Ja, dankjewel. Als het zo is dat werkelijkheid een gedeelde werkelijkheid is, ja, dan vraag ik mij af wie nog meer die kreeft heeft gezien. Niemand, want dat was Sartre's blinde vlek in zijn oog. Dat is de reden. Kijk, hij, dat was iets wat andere mensen inderdaad niet konden zien, want dat bevond zich in zijn oog. Maar omdat het zich in zijn oog bevindt, betekent het niet dat het daarom in zijn binnenwereld zich bevindt, zeg maar. Op dezelfde manier iemand die misschien hele slechte ogen heeft, die ziet de werkelijkheid vager. Maar het is nog steeds dezelfde werkelijkheid en die persoon kan nog wel dingen delen daarover. En Sartre zou eventueel wel met mensen die dat ook hebben daarover kunnen praten. Maar dat is de reden waarom andere mensen dat dan niet zagen. Ook niet andere mensen die dan mescaline ophalden in zijn bijzijn, nee, maar als dan, het ware. Dan vind ik het toch ergens veel betekenend dat je op een gegeven moment zegt, als Sartre dan de oorlog in moet, ja, dat hij dan zegt, ja, nu wordt het serieus. Ja. En nou, nu doe ik die kreeft hem even niet, want het gaat er nu om. Ja. Als hij consequent was geweest, had hij gezegd, ik stuur de kreeft op de Duitsers af of zo. Maar dat deed hij niet. Ik denk dat hij er niet zoveel controle over had. Dat die kreeft, ze wilden wel stil zijn, maar daar hield het ook bij op. Ik denk dat hij dat, zeg maar, dat het wel... Dat het op een bepaalde manier die heel erg in zichzelf gekeerd was in die periode. Dus dat is ook zo gefocust zijn op je eigen beleving, je eigen gezichtsveld. Terwijl die Tweede Wereldoorlog veel meer symbool stond voor hem. Voor dat er in de wereldpolitiek dingen gebeuren waar iedereen zich toe zou moeten verhouden. Maar zeg maar. Is zo'n kreeftentrip dan niet eigenlijk gewoon een beetje triest narcissisme? Waarom narcissisme? Omdat Sartre dat nodig vindt om dat uitgebreid te beschrijven. Terwijl het voor verder niemand enige betekenis heeft. Wat heb je daar? Hij heeft het niet uitgebreid beschreven. Dat is misschien iets... Hij heeft het wel... Dus theorieën over hallucinaties uitgebreid beschreven. Ook in verband met theorieën van psychologen uit zijn tijd. Maar dit zijn vooral... dingen die na zijn dood door anderen verteld zijn of in zijn late jaren in interviews verteld zijn. Dus hij heeft het nooit als een soort romantische
Oscar Wilde-achtige kijk maar eens een drugsgebruiker zijn. Sterker nog, in die periode, hij schreef wel literatuur, maar zijn filosofie was gordroog. Dat was gewoon hele technische verhalen over hoe waarneming in elkaar steekt, zeg maar. Dus ik denk niet dat je dit als narcist kan zien, maar wel in zichzelf in zichzelf genomen, zeg maar. Hij was vooral met zichzelf bezig, ja, omdat hij in een trip was blijven hangen. Oké. Nog meer mensen die vragen hebben? Ik zie daar Arjen. Simon, je zei Arjen. Net in een bijzin dat een geesteswereld helemaal niet bestaat. Ja. Daar is denk ik vrijwel niemand het automatisch mee eens. Oké. Dus kun je dat uitleggen? Want ik neem aan dat jij een hele set aan eigen fantasieën en ideeën en dat iedereen dat heeft. Waarbij het niet onmiddellijk aannemelijk is dat dat dezelfde wereldlijke status heeft als een hallucinatie. Want dat is wel helemaal, dat lijkt helemaal van jezelf te zijn en bij niemand anders te zitten. Ja, maar ja, ik denk dat het grote probleem daarmee is dat ook uitgebreid door Sartre bekritiseerd en door meerdere filosofen in de 20e eeuw, dat op een of andere manier jouw eigen belevingswereld, de associaties die je hebt en zo, worden ruimtelijk opgevat. Dus die moeten ergens zijn. En dat is een raar, er is geen reden om dat aan te nemen van, oh, ik heb een gedachte, waar is die gedachte? Nee, gedachten zijn niet op plekken, want gedachten zijn processen of gedachten zijn dingen die gebeuren. En dingen die gebeuren hebben niet altijd een plek. Maar en ik denk dat het geesteswereld ook, behalve geestelijk, ook het wereldaspect vooral zorgt dat mensen daar vaak verkeerd over denken. Waarom zou je dan zeggen, een geesteswereld bestaat helemaal niet, in plaats van zeggen, er bestaat een geestelijk proces in plaats van een geestelijke wereld? Omdat het dan geen wereld meer is. Dan is het geen ruimtelijke plek. Zelfs de metafoor is al besmet, zeg maar, met hoe je erover gaat denken. Dat is ook uitgebreid door filosofen als Gilbert Ryle beschreven. Dat onze manier van praten, onze taal, dwingt ons al om op die manier erover te praten. Maar de woorden zijn wat dat betreft gewoon door een soort van klassieke ideeën dat onze geesteswereld een echte nepplek is. Een plek die op een andere manier bestaat, maar toch wel echt een plek is. Nog meer vragen? Vind jij dat jij als onderzoeker ook mescaline moet proberen of uitproberen om Sartre beter te begrijpen? Nee. Ja en nee. Ja, in de zin van, het is heel duidelijk dat het een bepaalde dingen over de werkelijkheid geleerd heeft. Nee, in de zin van, ja, die kan je al, hij maakt het eigenlijk door te zeggen, ja, het is gewoon een andere manier om je tot de werkelijkheid te verhouden, overbodig. Dan lees je dat, denk je, oh ja, prima. Als je dat aanneemt, dan dan is het niet meer zo'n heel erg unieke ervaring. Dan lijkt het eigenlijk te veel op de normale ervaring. En is het daarmee niet meer noodzakelijk om hemzelf daarin te begrijpen. Nog iemand? Nee? Eens even kijken. Ik had nog een vraag dat we bijvoorbeeld, maar dat is, heeft misschien iets minder met dit verhaal te maken, maar waarom we bijvoorbeeld alcohol meer accepteren als hoestmiddel dan andere middelen. Wat in principe heel raar is, gezien het effect. Ik denk dat toevallig is. Ik denk dat in eerste instantie toevallig is. Ik denk dat in tweede instantie beter te doseren is. En ik denk dat het laat ik het daarbij houden. Je hebt natuurlijk wel in een heleboel culturen de shamanen en dergelijke die daadwerkelijk, ja, en ook de Griekse orakels die op allerhande manieren wel in andere staten van bewustzijn verkeerden. Dus het verhaal van het orakel van Delphi was dat dat waren dan priesteressen die vulkaandamp inademden en daarmee een soort van tripten en zo profetieën konden doen. Dus het heeft wel in bepaalde cultuur bepaalde rollen gespeeld, maar ik denk ook dat het het is misschien te ander. Een hallucinatie is wel daadwerkelijk een nog heel andere manier van naar de werkelijkheid kijken dan dronkenschap. En om dan even terug te komen bij Sartre, was het voor hem ook cultureel bepaald in die tijd dat hij mescaline gebruikte? Want je zei het was een medisch experiment. Ja. Dat was ook in zijn tijd. En
Had hij er achteraf spijt van? Om het hiermee te besluiten. Ik denk dat hij het heel erg als een soort louteringsproces heeft gezien. Dat hij er realiseert dat hij zich er veel van geleerd, dat hij er veel van geleerd heeft, maar dat het op het moment geen fijne tijd uit zijn leven was. Omdat het dus wel heel duidelijk is van hij zag wel al, bijna alleen maar beangstigende dingen. Hij leerde ze wel te omarmen. Kreeften zijn daar dan weer het symbool van. Hij was daar in het begin bang voor en later omarmde hij dat die ze waren. Maar het was over het algemeen wel een... Het waren meer angstbeelden dan leuke kabouters die hij zag, bij wijze van spreken. Maar hij was achteraf wel blij met zijn boeken? Hij was wel blij met zijn boeken, neem ik aan. Ja, nee, dat was hij zeker. Nou, hij heeft aan het eind van zijn leven, toen hij een chagrijnige oude vent was geworden, heeft hij heel veel geschreven. Toen heeft hij 3 boeken gezegd van ja, die zouden mensen nog na mijn dood moeten lezen. En één daarvan was De Walging. Roman van hem. En in die roman gaat het helemaal niet over drugs. Maar het is wel heel duidelijk van bepaalde beschrijvingen die hij geeft van hoe mensen naar de wereld kijken. Van, dat is er wel heel erg door beïnvloed. Dus hij heeft het wel altijd als belangrijk deel van zijn oeuvre meegenomen, denk ik. Maar niet per se zijnde als drugservaring, maar wel van zijnde een bepaalde manier naar de werkelijkheid kijken. Simon, dankjewel voor je lezing. En Squared ook nogmaals bedankt. Ik weet niet of ik ze nog ergens zie. Dit was de tweede lezing in de reeks Seks, Drugs en Rock'n'Roll. Morgen zijn we er met een derde en laatste lezing over rock'n'roll. Carly Koenes, die zag ik ook hier ergens staan volgens mij, die zal morgen gaan afvragen of er in onze drukke en geplande levens nog ruimte is voor rock'n'roll en een ruig leven. Of dat iets is van vergane tijden en oude rockers. Daarnaast wil ik nog even zeggen dat we zijn van het Soeterbeek-programma, maar vanaf 1 september gaan we fuseren met het Centrum voor Ethiek. En we gaan samen verder als Radboud Reflect. En voor de rest wil ik jullie bedanken voor jullie aandacht. En hopelijk tot morgen.